In naam van de Vader, Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij de eerste aflevering van Heilig van de Week. Ik ga jullie het verhaal vertellen van Sint Verena, omdat wij de dienaren van de Sint Verena Kerk in Bussum zijn. We gaan met dit verhaal beginnen, zodat jullie ook haar verhaal leren kennen. Sint Verena is in de derde eeuw geboren in het zuiden van Egypte. Ze was gedurende haar hele leven een dienares in de kerk en besteedde vooral haar tijd aan het bidden en het helpen van de armen en de zieken. Tijdens de heerschappij van de imperator Diocletiano stuurde hij het leger onder leiding van Sint Maurice naar Zwitserland. Destijds was het heel gewoonlijk dat de vrouwen meetrokken, zodat zij de mannen en de soldaten konden verzorgen. Sint Verena was een jonge verpleegster en ging om die reden mee. De imperator geloofde niet in God. Hij dwong Sint Maurice daarom zich te bekeren. Hij weigerde en werd om die reden vervolgd. Niet alleen hij, maar iedere tiende soldaat in het leger werd onthoofd indien hij zich niet zou bekeren. Sint Verena stak de soldaten een hart onder de riem, zodat zij hun geloof in de Heere Jezus niet zouden opgeven. De imperator hoorde van deze actie en was woest. Hij gooide om die reden Sint Verena in de gevangenis. Ondanks alle moeilijkheden bleef ze nog steeds standvastig in het geloof. Op een gegeven moment werd de Romeins gouverneur ernstig ziek. Hij vroeg de hulp van Sint Verena. Zij bad tot God en binnen een zeer korte tijd was hij alweer genezen. Als bedankje mocht zij uit de gevangenis. Naast haar dienst als verpleegster in het leger leerde zij het volk van Zwitserland over hygiëne. Zij leerde hen hoe ze hun lichamen moesten verzorgen door dagelijks te douchen en ook voor zowel na het eten als voor het eten hun handen te wassen. Ze leerde hen hoe belangrijk hygiëne was en daarom wordt ze ook vaak afgebeeld met een karaf water en een kam in haar handen. Niet alleen ging het om de hygiëne aan de buitenkant, maar leerde ze de jonge meisjes van Zwitserland ook hoe ze de reinheid van hun ziel moesten waarborgen. In het jaar 344 na Christus overleed zij in Zürzach in Zwitserland, waar zij zeer geëerd en geliefd werd door het volk en waar vele altaren en kerken in haar naam zijn gebouwd. In 2012 bracht Ambar Seni een gedeelte van de reliquieën vanuit Zwitserland naar Amsterdam. En op 25 september 2018 is er een kerk naar haar vernoemd in Bussum in Nederland. Sint Verena wordt elk jaar herdacht op Viertoet. Mogen haar heilige benen met ons zijn. Amen. Wij hopen jullie graag nog een keer te zien. Tot de volgende keer.